Welkom in NL Magazine, ik ben Maurice. En ik ben Ricardo. En vandaag gaan we het hebben over de wifi-dongel. Zo Ricardo, ik heb hier dus een wifi-dongel. Nog een ander ook, hier zie ik. Waarvoor zou ik nou zo'n ding willen aanschaffen? Nou, de reden waarom we eigenlijk een wifi-dongel aanschaffen, is als we ergens in huis een computer, we praten echt over zo'n computerkast, hebben staan. En we hebben daar geen bedraden verbinding naar. En willen daar toch internet op creëren. Komt zo'n USB-wifi-dongel uitstekend van pas. Oké, ik zie dat. Ik heb het topje eraf. Ja, zie je? USB. Ja. En deze kunnen we dan, en deze dan zal dan het draadloos signaal wat wij in de woning hebben, gaat die ontvangen. Oké, dus het is voor een vaste computer? Ja, nou, het is niet alleen voor een vaste computer, want we kunnen hem tevens ook gebruiken voor de laptop. Ja, maar daar zit toch vaak al wat op? Ja, er zit eigenlijk al een wifi-ontvanger zit daar al in. En dan zou je zeggen van, nou, waarom zou ik dan toch nog een extra wifi-ontvanger daarvoor moeten aanschaffen? En dan zeg ik, ik kom nog wel eens tegen, niet veel, maar ik kom nog wel eens tegen dat zo'n wifi-kaart in de laptop defect raakt. Nou, als we dat willen laten repareren, moeten we toch wel eigenlijk naar een prijskaartje gaan kijken. En dan is een oplossing zoals een losse wifi-dongel, is daarentegen een stuk goedkoper. Dat is heel slim. En dan zie ik hier twee verschillende dingen. Ik zal even laten zien voor de kijkers. Ik zie eentje met de antenne. Maakt dat nog echt groot verschil uit? Ik moet zeggen, dat maakt aardig verschil uit. Want des te meer antennevolume we hebben. Hè, dus ja. We zien hier dat de beide USB-dongels vrijwel identiek zijn qua grootte. Ja. Je ziet dat hij is iets groter is aan deze kant. Maar hier zit ook nog een keer een extra antenne aan vast. Dus deze kan veel meer signaal oppakken. Waardoor dus ook een veel sneller internet. Oké, dus in principe zijn het dezelfde ding. Alleen deze is gewoon sterker en sneller. Ja, correct. Nou, mag je weer bedanken voor deze heldere uitleg. Heel graag gedaan. Ook de kijkers, weer bedankt voor het kijken. En tot ziens. Tot ziens.